Goedemiddag, opnieuw was het een prachtige voorjaarsdag in Nederland met veel ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag zagen we toch een weersverandering optreden. Geleidelijk was er meer bewolking zichtbaar en die bewolking gaat zorgen voor veel lagere temperaturen de komende tijd. Het mooie lenteweer heeft natuurlijk ook een keerzijde, want de concentratie pollen neemt steeds verder toe in de lucht. Dat zien we ook aan bijvoorbeeld een laagje stuifmeel op de auto's. En mensen die last hebben van hooikoorts beginnen ook steeds vaker te niesen. Vandaag zien we Nederland grotendeels in de zon, maar in het noordwesten hangt veel meer bewolking. Daar bleef het ook een stuk koeler. En ook in het zuiden van het land nam de bewolking in de loop van de middag al wat toe. In de gebieden met zonneschijn werd het nog behoorlijk zacht. Bijna 19 graden in het zuiden van Limburg, elders 17 of 18 graden, maar in het noordwesten al een stuk lagere temperaturen van 11 of 12 graden. Dat komt daar natuurlijk door het frisse zeewater. Vanavond krijgen we te maken met een storing en dat levert wat regen op. Vooral in de zuidoostelijke helft van het land kan het enige tijd regenen. In Limburg is lokaal meer dan 5 mm neerslag mogelijk. Komende nacht wordt het op steeds in plaatsen weer droog en uiteindelijk zakt de temperatuur naar een graad of 5. Morgenochtend in Limburg, misschien nog een spatje regen. Daar ook nog eerst wat bewolking. Maar in de loop van de middag neemt vanuit het noordwesten de kans op zon toe. En de temperatuur komt een stuk lager uit dan we de laatste tijd gewend zijn, met 9 tot 11 graden. Ook de dagen daarna is het mooi voorjaarsweer met vrij veel ruimte voor de zon. Overdag temperaturen rond 10 of 11 graden. In de nachten komen we uit rond het vriespunt. En vooral in het weekend is er in de nacht en ochtend ook kans op mist. Ik wens u nog een mooie avond.